Nou, de weersverwachting voor de komende week zucht er heel best uit voor deze scheuvellijf hebben zich aan. Dus, want ja, we hebben te maken met vorst. En in de nacht gaat het richting strenge vorst. En ook overdag frust het gewoon. Ondanks dat de zon er goud bij is. Ja, die strenge vorst, dan heb ik er over 10, 11 graden onder nul. En in overdag, wanneer dat de zon er geleidelijk aan de deur komt. Nou, dan denk ik dat we ook om de min 5, min 6 blijven zitten. Dan hebben we het dus ook over motige vorst. Dus gaat er zeker maar vanuit dat we op scheuvels komen. Is het niet mun over mun. Dit is het eerst van de week. Ik ben Stefan Horen. Ik ben Nick, ik ben 14 jaar en ik woon ietsjes buiten Garwerd. Ik ben Nora, ik ben 14 jaar en ik woon op Oostum. Ik ben Kobe, ik ben 13 jaar en ik woon in Garwerd. Ik ben Sanne, ik ben 14 jaar en ik woon net buiten Garwerd op een boerderij. Ik heb Norens. Ik heb ook Norens. Ik heb ijshokjes schaatsen, want ik krijg anders last van mijn enkel. Ja, ik heb wel schaatsen, ik heb van die Noren schaatsen. Ik heb Nora als schaatsen en die gebruik ik elk jaar om te schaatsen op de ijsbaan. Ik heb ook schaatsen en ze zijn ook Noren. Ik ben Pieter van Dijk. Ik ben geboren en getogen in Garwerd. En ik ben groot geworden met alle dingen zoals hier waren. Onder andere ijsmoer. In het begin was het zo dat mijn moe en vrouw van Huus, Bab Schubber, en vrouw Corhuis, die kwam hier naar de ijsmoertouw. En er was er nog geen tent, er werd een tentmox. En dat was het begin van ijsmoer, van de exploitatie, zeg maar, de koek- en zuipietent. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Nee. Volgens mij iets waar ze drinken en eten verkopen als de ijsbaan open is. Ja, dat betekent volgens mij koek en drinken, soep. Koek en soepie is een tentje met eten en drinken. Vooral in de winter bij ijs. Ja, de Appie Bank die zorgde dat dat er spul kwam, vreterij. Als scheuvel door was, dan namen we spul met naar huis en dat kwam door op zolder. En als er weer scheuvel was, dan kwam dat weer tevoorschijn. Maar dat was stukken loo en zo, dan moest je alweer uitslopen. Maar dat werd gewoon weer verkocht. Zo ging dat. Dat was eerst in het oude gebouw, wat nog wel. In dat oude gebouw had een paar hokjes, zeg maar, met een deur en glas. Nou, daar kon ze verkoop dan. En er zat ook schoorsteen op, gemist schoorsteen. Daar hebben we een patroonkachel in, die moest die band een beetje verwarmen. Maar dan is verkleumd ze door. Dus dat alle hok, dat stond altijd door petroleum. Altijd een aparte geur hier, de petroleumkachel. En dan zat je daar in dat kleine hokje ijskoud. En dan had je je glaskwast. En een van de eerste dingen die ik toen veranderd heb, die glaskwast, die was gloeiend heet. Bekers met oren aangeschaft. En heel vroeger weet ik nog dat voor mij de damesbalk, en of het dit gebouw was of het vorige gebouwtje, dat weet ik niet. Maar dat kan ik me nog herinneren, dat die er iets verkochten. Die meiden van Balk die stonden altijd daarachter die... Ja. Met kwast en met warme chocolademelk. Ja. Kwast, dat was een warme kwast. Er was ook in Lodertijd kost toen ook nog marzen kopen. En ik stap me bij dat de dreugelworst was, maar ook knakworst en al dat soort dingen. Kwast. En natuurlijk was het een beetje wat snoep, maar stap me ook bij dat een periode was dat je Gelderse worst kreeg kon. Een halve worst, zeg maar. Dat heb ik een wintertje rond met Henk. En dat was een hele gezellige tijd. Maar Henk die zorgde altijd voor die worsten en voor snoep. En ging naar Lucas Klomer.
En, maar Henk was ook altijd zo, kinderen hebben nooit veel te besteden. Gerrit, wie moet zeggen, dat we snoep hebben van cent, van stuiver, van dubbeltje en van kwartje. Ja, hij was van alles gekregen, ja. Van Priesje, die redelijk bleef altijd. Dus we hadden smaggesteerd. Oh. Smaggesteerd, dat was een soort een gerute drop, zo. Toen was vroeger ook Noga. Noga stukjes in die vorm, een beetje een rukje. Trekdrop, dat was een roltje drop met een, hoe heet zo'n ding? Een, waar je op zoek kan krijgen, een teuvelbaard zat er dan in met trekdrop om zo. Ja, wat nou, een nutsje voor een kwartje, een marsje voor een kwartje. En dan lagen er altijd van die grote marsen en snickers, maar die waren, lagen daar in de kou, die waren bonk en bonk hard altijd. Maar ook kwast, wie verkocht het? En kwast, warme kwast, maar waren ook wel kinderen van kwalen. Kwast, ja. Warme kwast, chocomel en van die bevroren kikkertjes. Die snoepjes waren altijd bevroren. Dus daar moest je lang, kon je lekker lang mee doen, lekker lang op kouwen. Ik kon er ook altijd snoepjes kopen, vooral van die aardbeiensnoepjes. En die waren altijd heel lekker. Volgens mij chips en snoep ook. Bij de ijsbaan kon je ook kwast nog halen als je dorst had. Van alles en nog wat. Soep, gewoon drinken. Ik ben Zwijntje Mollema Kracht. Ik ben geboren in de Burgemeester Brouwerstraat. Het was achter ons huis, hè. Als wij in de keuken zijn, dan kon je ze zien op de ijsbaan. Dus ik schaatste daar ook. Ik ben Peter Dorphaal. Ik ben gebruiker geweest natuurlijk als kind. En ik heb ook 4 jaartjes in het bestuur gezeten. Ja, Ranja. En kwast. Volgens mij kon je toen niet veel meer krijgen. Warme chocolademelk. Dat wel. Feest. Dit was feest. Want dan was dat warme kwast en er was Ranja en er was van allerlei warme dingen. Die we eigenlijk niet kregen. Chocolademelk. Dat kreeg je nooit alle door. Dat werd in mokt. En er was een speciaal recept voor. Je pakt een cacao en je pakt een bomenmelk. En bomenmelk, dat was het boomste melk uit de melkkoker. Dat was een beetje romig. En er werd een papje vermocht. En dat werd in een beker gedaan. En er werd houtwater op schoon. Dat was toen een tractorsie. Nou, wat daarna met bestil stond, maar toen was het een tractorsie. Ik kon warme chocolademelk, snoep en volgens mij was het ook ooit snert. Nou, we hadden chocolademelk natuurlijk, ertessoep, worsten. Warme chocolademelk, worst, ranja, soep. De voorzitter, Harry Hummel, die bedacht we kunnen ook snert verkopen en daar moet ook vegetarische snert bij. We hadden een pand met gewone snert, de snert en vegetarische snert. En uiteraard die warme worst. Nou, de snert, dat liep als een tierenlier. De vegetarische snert, ja, dat, ik geloof dat we er 1 of 2 kommen soep verkocht hebben. En dat was het. Maar er was er wel vraag naar snert. Dus ik heb op een gegeven moment de worsten gepakt. Die heb ik in stukjes gesneden. Die door de vegetarische snert. En dat konden we verkopen als gewoon normale snert. Die snert is nog steeds wel in mindere mate. Alleen als natuurreis is het nog steeds wel lekker, ja. Als je hier dan toch aan het schaatsen bent, dan zo af en toe dan denk je, nou, ga je eens even binnen de kantine in. En koekersopie, warme chocolademelk en glühwein. En fris en bier en jenever, dat was er allemaal. Kwast met Berenburg, toch? Ga je met de ik kwast? Ik geloof niet dat Berenburg hier mocht verkopen worden, maar dat weet ik niet. De warme kwast, dat drink je normaal gesproken, dan drink je dat nooit. Maar als het koud weer is, dan is dat, schijnt dat heerlijk te zijn. En dat tot op heden is de warme kwast nog wel lekker, maar een beetje Berenburg erbij door, de Duitse thee, is nog zeker zo lekker. Dan moesten ze flink gezopen worden. Nou, dat konden ze wel, volgens mij. Als je nooit in de Balnoburg, dan kwam de man ook altijd in. Ten kleerste, Balnemobberom, Schokmobberom en alles soort dingen meer. En op een gegeven moment, dan zeg ik tegen mijn moe, ik zeg, wat drink je door, moe? Want ik vond dat ze een beetje een andere stemming had, die vrouw die met me kocht. Ik kwam een beetje dikke proort bij en zo, die mannen bij en een beetje. Maar ze zei eens, wie drinkt thee, lijverd, zei moeder. Ja, loopt er eigenlijk wel in een gehoord. Vieu. Grok, met al het botten erop. En daar werd de vrouw dus een beetje vrolijk van. Zie je het voor, hè? Good.
Christine Strijker. Ik heb ook in Garnwerd gewoond en ik was betrokken bij de ijsbaan. Dat kwam eigenlijk door mijn buurvrouw Samantha. Samantha Nijenboer, die zei, wil jij niet penningmeester worden van de ijsclub? Ik zei, nee jongen, daar heb ik helemaal geen zin in, hartstikke veel werk. En ze, ach nee, dat is helemaal niet veel werk. 1 keer per jaar gewoon een contributie in en that's it. Ik zei, nou, als dat het enige is, dan wil ik dat wel doen. Prima. Ik werd penningmeester en je raadt het al. Vanaf dat jaar was er gewoon elk jaar ijs. Dus was er gewoon werk aan de winkel. Hartstikke gezellig, daar niet van. Maar het was er nou van gewoon flink aan de bak. Kijk, die mensen die heb ik wel gekend. Maar of ze nou bestuurslid waren, dat weet ik niet. Jorgense Verordering was altijd ruzie, was altijd trammelant. Of het ging, mocht geen ton, wat je zo betreft. Nou, ik denk dat het altijd hetzelfde is. Ja, niet makkelijk. Maar ik moet ervan herinneren. En dan praat je met elkaar en dan zeggen ze van nou, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Ik geloof nou dat dat zo officieel ging. Nou, ik kan me wel vaak herinneren dat die eerste vergaderingen van de ijsbaan. Nou, dat was wel een beetje een rariteitenkabinet. Het ging wel heftig de keer, zo'n drankje erbij. En dat er wel één onder de tafel belandde. En heel veel oud zeer kwam boven. Herinner me wel dat mijn vader kwam dat het bijna buitenslaande ruzie was geweest. Dus dat is ook wel voorgekomen. Nou, voor mij waren de afgelopen keer een stuk of 15 personen. Dat was ook prima in dit gebouw. Hoef ook geen honderden. En verliep volgens mij prima. Nou, gezellig. Veel gezelligheid, weinig vergadering. De beste vergaderingen zijn er. Leenverorderings, ja, dat gebeurde of bij Lurt of bij Hemming. En Loder hier in het gebouw. Maar ik denk nou, dat er goed Vrieving of waar ook best hadden. Mijn naam is Helmo van der Ploeg. Ik woon hier sinds 66. Maar ik loop hier sinds 63 loop ik gegaan. En vanaf dat moment, vanaf 63, 64, ben ik ook op de een of andere manier betrokken geweest bij de ijsbaan. Ik heb het idee dat soms wel de mensen recht de toverstokken hebben. Dat mensen ook woorden waren. Er was altijd gedoe. Geld was altijd weg van de penningmeester. Dus daar kwam dan ook weer heibel over. De messen kwamen gewoon op tafel. Nou. Nee, het was altijd zeer, zeer gezellig. Ik ben Petra Balk. Ik woon al 60 jaar hier in Garnwerd. Onze familie is altijd jaren bij de ijsbaan betrokken geweest. Mijn overgrootvader, opa Geert, woont op Hoanekamp. En die was een van de medeoprichters van de ijsvereniging. En zo ook zijn kleinzoon Albert Balk heeft jaren de taak van secretaris opgenomen. Mijn vader, Klaas Balk, kreeg van mijn moeder uitdrukkelijk het verbod dat hij niet in het bestuur mocht. Maar hij heeft zich altijd wel heel erg ingezet voor de ijsbaanvereniging. Hij was de pompmeester. Samen met mijn oom Jan hebben ze een pomp op de kop getikt. Mijn oom Jan heeft toen roestvrijstalen buizen gelast. En toen hebben ze buizen geritseld. Dat waren roestvrijstalen buizen. Hebben ze allemaal koppelings op mocht. En ze hebben een pomp gekocht, een elektrische pomp. Met een elektromotor, een behoorlijke pomp, op een karretje ingebouwd. Met zoekslanger aan. En die hadden ze bij Troy-Duip staan. En dan kon ze altijd water kriegen. En schoon water. Loder is een systeem kwam dat men uit het Troy-Duip daar holden kon. En ik kwam weer terug op Helmoet. Want die jongens die waren er wel handig in. Gerrit van Esveld, Helmoet. En Loder hem, de jongens, de zoons van Helmoet. Die hem er ook wel aan midden waakt. En volgens mij Jan Kok ook nog. Die had hier ook nog al zit. Woonde hier in Gantwoord. Die had er ook allerlei dingen doen. Ik ben Jan Kok, woon in Veerwerd en ik heb in het bestuur gezeten van de ijsvereniging van 1973 tot 1976. Ik heb altijd in het bestuur en voor de boom voorpompen. Er stond al diesel achter op een boom in een klein hokje. Die zette ik dan aan, zeg maar. En dan ging overdag een poker in om diesel bij te vullen en water bij te vullen. En dan de zomer, dat deed ik al meer uit. En tot de boom vol was, zeg maar, dat duurde een dag al wat. En zo ging dat dan.
ik heb mijn zoger Jan Kok, die had ook nog in het bestuur zitten, dat wist ik niet, maar dat vertelde me. Maar ja, die moest dat tankje, die wie wilde soms nog met dieselolie in Dusten, dat er s'nachts ook deur ging pompen, zeg maar. Ja, dat, ik kwam uit, voor zover ik bij het Utrecht heb, met een pomp. We dat doen en dat deed, volgens mij deed Klaas Balk dat nog allebei. En als die motor en zo net stuk was, dan had een bruier. En die hielp hem altijd heel veel mis. Die deed dat mooi volgens mij altijd met Eastbourne voor te laten lopen, ja. Het wordt ook bij metaal de rij door die tochtsloot in. En er was een pomp en Ab Schipper, die had het, ja, eerder was er ook wel een primitieve pomp, maar Ab Schipper die had een pomp mocht met een dieselmotor, met een dieselmotortje erop en een pomp en die stond daarachter op die duim. Dat is Lobert, diezelfde pomp, die motor dat erop zat, is ook de Eastbourneveger, de eerste Eastbourneveger. En hadden ze een pomp hier in Eastbourne, daar spitten bij ons thuis de koffiedrink. En dan zei hij, je moet nog even naar de pomp te kijken of dat klopt. Dus er gingen alle open heen en weer. En een muursteen, toen zei ik, dan laat de baan dicht, maar weer. Nou, voordat nog in Eastbourne, dat ging op verschillende manieren. We hebben door met elektrische motoren, die verbrande kogels of wat hier. Ja, en gewoon een benzinemotor is er gebeurd. En met trekker wel gebeurd, hoor, die geen pomp. Als het niet genoeg regende, jaarlijks ritueel, dan was het een dagje pompen. Met een pomp van mijzelf. En die pomp, die is toen ik gestopt ben, is die cadeau gedaan aan Geert Broekhuizen. Ik zeg, die krijg je voor niks, maar er zit wel een verhaal bij. En dat is, ja, dat je moet pompen als er gepompt moet worden. Maar Loorden weet ik nog wel, hebben ze toch wel met trekkers doen. Geert Broekhuizen die had een trekker en Peter Dorpaal wel en die had ook een pomp. Dus die pompen hem ook wel vol, maar toen kwamen ze ook tot de conclusie, hebben we hem nou op tijd dichtgezet en we kregen een bulde rekenwoorden. Dan scheelde ons dat een half stuk pomp. Maar nodig hebben ze, wie dan het anders, we zetten in november, begin november, gaat dicht. En normaal gesproken liep die eigenlijk vol middels regenwater. En ik heb eigenlijk maar, ik dacht twee keer meegemaakt dat dat er gepompt moest worden. Nou, er kwam een trekker, die stond aan bij het Rijdiep. En de slangen die hingen over de dijk tussen Aad Noren en Hans van Rijswoud door. Nou, ik ben de ijsbaan aan het vullen, want anders schiet het niet op. En deze week kunnen we schaatsen. Er ging een slang naar die sloot en daar werd dan het water in gepompt. Maar ja, daar zat zo'n goede pomp achter dat eigenlijk in een halve dag had je de ijsbaan verder vol. Het schiet er lekker op zoals je ziet. Nog een paar van die dingetjes, van die gieters. En dan is de ijsbaan vol. Kijk maar. Ik ben Dirk en Broekema, ik ben 42 jaar en ik woon ook al 42 jaar aan de Oostermeweg. Dan hebben we een melkveebedrijf en ik ben betrokken bij de ijsbaan. Sinds eind november mag ik de voorzitter hier zijn. Ik dacht dus dat het altijd met pompen werd gedaan, maar totdat ik in het bestuur kwam, hoorde ik dat het eigenlijk maar twee of drie keer in de laatste jaren de ijsbaan is volgepompt. Normaal is het altijd een natuurlijk verloop van veel regen en dan loopt die langzamerhand vol. De eerste pomp waar ik nog wel mee heb geholpen, die stond hier helemaal links achteraan in het hoekje. Alleen er was altijd te weinig water en later is de pomp achter naar de grote schepen bij het Rijdiep ingezet. Heel veel werk geweest en daar hebben we jarenlang het water uit het Rijdiep gepompt. En terwijl nu eigenlijk de natuur hetzelfde doet, dat je gewoon de stoppen ervoor doet. Zitten die stoppen erop of zitten ze er niet op? En gewoon de stoppen ervoor en dan door de regen van boven, dan loopt het vanzelf vol. En lukt het niet, dan hebben we altijd Garp nog achter de hand. Die pompt er dan met de trekker vol. Bijna altijd. Ik ben Geert de Bruyne. Hierachter komen wonen in 1979. Ik ben eigenlijk sinds 1980, 81 op de ijsbaan geweest. En wat betreft wat ik met de ijsbaan te maken heb, is dat ik heb wel eens sneeuw geschoven, maar vooral recreatief. Ik ben Betske de Bruyne Bijlsma. Vanuit Oostum zijn we hier naar Garnwerd verhuisd, voor de kinderen en voor de ijsbaan. En we zijn hier tot 1994, van 1980 tot 1994 hebben we hier gewoond. Nou ja, ik heb ooit een keer geholpen met het leeg laten lopen van de ijsbaan. Dat was niet geheel bewust, want mijn broer en ik zat toen in de laatste klas lagere school. En mijn broer op de middelbare school net.
En toen hadden we hier met schepjes een klein gultje gegraven om wat blaadjes de sloot in te laten doen, varen. En nou, naar huis gegaan. En niet veel later. Ik dacht zelf dat het de volgende dag was. De ijsbaanvereniging laaiend, want de ijsbaan was half leeg. En het hele kleine stroompje was de Rio Grande geworden. Ik dacht dat ze aan het schatgraven waren. Maar ze waren dus een rivier aan het maken van de ijsbaan die ze wouden verleggen. En de verschillende mensen van de ijsbaanvereniging of de ijsmeesters, die stonden met handen op de rug naar te kijken. Terwijl wij probeerden hem weer te dichten, maar dat lukte voor geen meter. Maar toen was Ad Noren, onze redding, die zei: Wicht, wie komt eraan? Er moet wat avontuur zitten bij de jongens. En toen werd hij weer gedicht. Ik ben Gerrit van Esveld. Ik woon ongeveer 55 jaar hier in Gavert. Vrijwilliger bij de ijsclub Garnwerd. Dus zodoende ben ik hier terecht kan. Er waren wel baanvegers, de sneeuwbaan moest schoon, maar dat heb ik zelf niet gedaan, nee. Die mocht dat allemaal toen schoon met vegers en met schroefbreden allemaal, hè. En toen waren er nog geen boomveger. Ze hadden in de 70e jaren en ze hadden zelfriende boomveger. En er waren 5 vrijwilligers. Ab Schipper. En Fokke Gugema. In de vrije tijd hebben ze een onderstel van alle Citroën hebben ze allemaal ombouwd tot boomveger. De grote borstel ervoor. Zat geen rem op, zat geen koppeling op, zat ook geen gaspedaal op. Geweldig, denk maar. Geweldig. Alleen, er was geen oordeel. Er moest 10 centimeter iets in zitten. Want dat ding was zo zwaar en die was zo lomp. Die kwam er niet overheen. Ik wou ook dat Hoek een keer met haar halen ding door het ijs heen gewoon is. Toen hij op het ijs kwam, bleek hij te zwaar te zijn. Die ging door het ijs heen. Dat vond ik wel heel leuk. Maar het was nogal koud weg op dat ding. Dus hij moest die dag van, dan moeten we maar eens een hok opbouwen. Dus werd een hok opgebouwd, zo licht mogelijk, want dat ding was al zo zwaar. Nou, het leek aan naai zo, maar ja, je zat ben, klaar. En toen is het beste boontje draaien. En toen was het ding vol stroom. Kon ze gaan open en gaan aanromen zien. Maar wat kreeg dat condens van die motor? Die besloot die holle hok aan binnenkant. Dus we hadden geen zicht. Plexiglas ging dicht zitten, dus deur maar weer op. Ik heb boven had een dak zocht. Ik heb dan zo'n rondbuis, afvalbuis van riool op de kokpot zitten, naast me. En het dak uit. Nou, kloof was, ja. Stond ik toch het dak uit. De kloof was, er was ooit, dat was een Piet Hoek hier zo. En die dacht dat de machinist op dat ding was. Hij had eigenlijk een beetje de lading erover, dacht hij zelf. En er was een keer voorkomen dat, ik meen dat Helmoet door een keer op reden naar. En dat was er zo enorm kwaad. Toen hadden we een kwaadigheid zon, hadden de stuur met om de huis te houden. Maar dan dachten we, nou, dan kreeg je nog een keer meer op dat ding erin. Dat hoorde mij. Nou, dat was niet zo moeilijk. Ik was een middag hier in de boom was aan feest worden. Ja, en stuurde ze naar. Maar dus dat zo'n vierkant ding worden oppassen. Die zegt dat is geen probleem, jongen. Ik heb een bako. En die zegt waardoor gewoon op die vijfkantige blok wordt stuurd naar Molenval. En zo sturen. Dus ik mocht dus rondjes zo. Dat ging eigenlijk al best. Maar ja, dat was Piet eigenlijk. Dat was zin, maar goed. Ik was hier op beurt. En ik kon er weer in. Dat heb ik gehoord thuis. Hij kwam er nooit eerder als dat hij middag door je doornaam. Maar hij had zijn middag door je onderbroken. Des duivels dat een ander op de ijsbaanveger reed. Ik kwam naar goud. Ja, ik heb nog op de hele oude baanveger geveegd. En dat was in het begin wel moeilijk, maar daar dacht iedereen dat er mochten maar een paar op. Maar op een gegeven moment mocht iedereen dat wel doen. En op zich, ik kan me niet herinneren dat er moeite was om mensen te krijgen om baan te vegen. Ik heb wel eens wel mensen zien vegen met die brom-brom. Ook wel meegeholpen met schuiven op de baan. De baan een beetje sneeuwvrij te maken. En wat dan kan ik me nog wel herinneren van een jaar dat er heel veel gesneeuwd had. En dat die baan dus geveegd moest worden, omdat er anders niet geschaatst kon worden. En dat we dus met heel veel mensen die baan hadden schoongeveegd. En hier in het ijsbaangebouwtje zaten uit te puffen. En toen begon het weer te sneeuwen. En je had mensen die gingen hier vanuit het gebouwtje
toestaan kijken en nee schuddend. En had allerlei theorieën over hoe dat toch allemaal verkeerd was. En dat moest niet van links naar rechts, maar van rechts naar links en voor naar achter en andersom. Ik kan me herinneren dat je af en toe meehielp en had je zo die schuiven voor je op de schaats. En dan bleef je af en toe achter een bobbeltje hangen en dan kreeg je de stil in de pens. Daar wel meegeholpen met het vegen van de baan, omdat ik dan... Ja, deed de ijsbaan open en als er dan sneeuw op lag, ja, dan trommelde er wat vrijwilligers op. En die hielpen dan mee met het klaarmaken van de ijsbaan. Ik zelf niet. Nee. Ik, op het moment dat ze de baan gingen vegen, ging ik naar binnen opwarmen. En dan als de baan weer schoon was, dan sprong ik zo'n keer weer op. Mijn naam is B. Kracht en ik ben geboren in Garnwert. En dat was aan de Brouwerstraat, burgemeester Brouwerstraat nummer 10. Mijn pa, dat was een sportman, dat was een voetballer en een schaatser. Mijn pa die ging wel wedstrijden rijden. En hij heeft dus hier heeft hij dus zijn laatste wedstrijd geschaatst. In 59 heb ik dus een olieverfschilderij gemaakt. En dat de jeugd ook daar op de baan bezig was. En toen de ijsbaan zover klaar was, toen werden daar ook wel wedstrijden gehouden. We probeerden vaak wel wedstrijden te organiseren, korte baanwedstrijden. Dan werd het middenstuk werd dichtgezet, zodat we daar mochten we het ijs niet meer vernielen, zogezegd. Wedstrijden voor kinderen. En dat was dan smiddags. En dan deed ze soms wel eens voor volwassenen, hè? Dan de eerste vrouwen en dan later de man. Ja, ik kan me nog wel een paar schaatswedstrijdjes herinneren. Ja, toen was ik een jaar of 12, denk ik. Maar voor mij waren Berry Drent en Robert Noorn, die kon aardig goed schaatsen. En die, vroeger stonden nog palen in de ijsbaan, om de zoveel meter, met rode touwen eraan. En dan moet je gewoon van het begin af aan, dan zei iemand start. Of toen maar, en dan moest je tot aan het einde van de ijsbaan. Ja, zeker, met de lagere school altijd. Er waren er, zodra er ijs was, volgens mij altijd wel ieder jaar. Volgens mij was er ieder jaar wel ijs. Waren er altijd wedstrijden, ja. Qua de boomwedstrijd word ik sowieso. Er ben wel eens lange boomwedstrijd geweest, maar niet zoveel. Als het ijs hield, dan was het een kwestie van, dan ging gelijk de school hierheen te schaatsen. En vaak ook, dat er al. Vrij in het begin schoolwedstrijden werden gehouden. Er werden ongelooflijk veel wedstrijden georganiseerd, zeker voor schoolkinderen. Dat was van begin af aan, dan werd er in overleg met meesters, zo gauw Eastbourne open was, er werden voor kinderen werden er wedstrijden om. Wat ook hilarisch was, estafette race, twee mannen en een vrouw en weer, verklet. En verklette kleren, hè? Alle wedstrijden kleren. En dan gingen ze hier zo rond. Nou, voor de kinderen heel veel, hè? Ja. Ja, heel veel wedstrijdjes. Maar de kinderen zijn echt al, jongens, wedstrijdje van vanavond lekker snoep. We zijn lekker bij de snoeptent daar, ja. Hè? Bij het ijsmaaggebouwtje. Dus die vonden het helemaal superleuk. Ja, dat was ook leuk. Ze hebben wedstrijden natuurlijk lopen hier. Dat was onder andere onze grote vriend nog hier van die nou op Romelijk Theater in. Hij is in balans, in alle opzichten. En dat betekent dat hij hoe dan ook op een goede tijd afstevend. Mijn naam is Chris Huizinga en ik ben geboren en opgegroeid hier in Garnwert. Van jongs af aan hier op de ijsbaan geweest. Ja. Op het moment dat er natuurreis was, dan kwam ik hier. Als jong jochie dan ben je natuurlijk altijd enthousiast als er kleine wedstrijden worden georganiseerd. En dan wil je je best doen. En mijn streven was altijd om te winnen. Nog steeds. Dus ja, dat zit er vanaf jongs af aan al in en dat was toen geweldig. Onwijs fanatieke en leergierige jongen die heel graag wil. Gewoon een op- en top talent die we er graag bij hebben. Het zijn de mannen, zulke soort jongens die moeten het in de toekomst gaan doen. Ik begon echt natuurlijk met schaatsen en vanaf dat moment is het eigenlijk
Ja, is het altijd druk geweest met wedstrijden, heen en weer rijden, trainingskampen, ja, noem maar op. Dus van dat moment eigenlijk niet echt meer rust gehad. De winnaar van Daikin NK Allround 2024 rijdt in de Sven Kramerbocht. Laat het maar horen voor Chris Huizinga! Ook zomaar overal naar binnen, hè? Ja. Hoi. Hallo, goeiedag. Zo. Ik dacht dat de ijsvereniging hier zat, maar dit is gewoon Hollywood, ja, hier. Dit is puur toeval, want wij zijn op pad met de beste schaatser van Garnwerd alle tijden. Ja, dat is hartstikke mooi, zo'n toeval. Want kunnen we in ieder geval vertellen dat de ijsvereniging Rijdiep uit Garnwerd 100 jaar bestaat dit jaar. Jullie zijn wel belangrijk geweest voor wat hier. Oh, ja, we vonden ze nog heel belangrijk. Ja. Dat is toch mooi? Ja, ik ben er heel trots op. Dat is jou van Chris. Trots op Garnwerd. Puntje van kritiek natuurlijk richting de 100-jarige ijsvereniging hier. Maar jullie gaan allemaal interviews afnemen, maar Chris Huizinga staat er niet op. Maar dat doen ze nou, ja. Ja, lijkt mij goed, toch? Om even geïmproviseerd gewoon neem Chris mee in die film, denk ik. Geen moeilijke vragen, hopelijk, hè? 7 jaar lang heb ik met meester Rogier als mijn meester gehad. En daar kon ik altijd heel goed mee. Ook wel eens minder de tijden gehad, maar goed, dat hoort erbij natuurlijk. Je bent jong, je doet ook ondeugende dingen. Meestal spreek ik zelfs nu nog wel en dat is ook wel leuk. Hij kijkt mijn wedstrijden nog steeds en heeft mij natuurlijk een hele lange tijd zien opgroeien als jonge jongen. En ja, uiteindelijk ook naar dit baantje geweest hier om te schaatsen. Mijn pa die ging wel wedstrijden rijden en die kwam dan niet met een medaille of zo, maar die kwam met een stuk spek. Dat was dan een prijs. Ja, de prijzen. Het waren mooiste geldprijzen, zoals ik bekijken ken. En ook wel eens bekers. Nou, mijn idee, volgens mij geld. Ja, ja. Maar dat, ik heb volgens mij nooit gewonnen. Dus. Of zakje snoep. Heel jong. Ja, volgens mij heel jong het zakje snoep. Ja. Wat voor prijs? Voor mij kregen de kinderen kregen het snoep. Dat weet ik wel. Of een snicker of zoiets. Maar voor de rest, ik weet niet of de geldprijzen. Ja, misschien bij de ouderen misschien wel, maar daar ben ik nooit in gevallen. We hebben wel een keer gehad dat we een geldprijs daarop wilden zetten. Ik weet niet, was het nou. Maar dat was natuurlijk niet veel. Dat was eigenlijk het inschrijfgeld wat je weer terug kon winnen, volgens mij. Dikke prijzen, dat word ik eigenlijk niet zo. Ik word wel dat er dus geldprijzen waren. En hoe groot of die waren, dat word ik eerlijk gezegd ook nooit. Dat het ook te mokken denk dat ik nooit een prijs gewonnen heb. Maar ik word tenminste nooit waar hoe groot die prijzen waren. Ja, nou afloop was dat altijd wel prachtig natuurlijk. Als die prijs nu te rijk werd altijd rijkelijk voorzien van de nodige alcoholica op het zomerstel. Ja, volgens mij wel eens een keer wat geldprijzen. Maar ja. Volgens mij was dat nou niet zo buitensporig. We hadden vaak geldprijzen. En we hebben ook wel eens van die vaantjes en bekers hadden we ook wel. Ja, we hadden geldprijzen, zeg maar. En nooit die tijd ben die prijs nu direct bij Hamming of bij Leurt. Van de verhoging waren ook altijd om en al. En dan werden de prijzen dan ook uitgereikt in de cafés. En er waren zelfs ook wedstrijden bij die werden georganiseerd. Het staat ook wel in Graad in allerlei advertenties. Dat je, voor een paar tientjes. En je mocht je alleen meer doen als je nog geen prijs gewonnen had. Zulke wedstrijden ben er ook georganiseerd. Daar hadden ze grote prijzen gehad. En dat was een groot succes. Want er kwamen niet alleen mensen op uw dorp. Maar er kwamen ook mensen uit Wezen. En die mensen uit Pijzen en uit Fries en zo. Die maanden die er vandoor kwamen. Die namen ook weer publiek met. Dat was goud voor omzet. En toen werd dat verruimd. Dus ze hadden een goeie dag gehad, een mooie wedstrijd gehad. En dan ben ze met me op Bijhamming terechtgekomen. En ze ben in vrolijke stemming huiswaarts gekeerd, naar die tijd. Dat was aan de doos, het grote bericht in deur. Bestuur, het succes had, maar ze hebben de kast leeg zo. Ik ben Hilbrand Beukema en ik ben bestuurslid geweest van ongeveer 2000,
2010, 11 tot 2016. Vanaf dat wij hier kwamen wonen, een paar jaar voordat ik in het bestuur kwam, heb ik zelf geschaatst en met mijn vrouw en later ook met de kinderen toen we die kregen. Dus die zijn hier helemaal opgegroeid aan de rand van de ijsbaan en op de ijsbaan als ijs lag. Op de ijsbaan kan je in het midden van de ijsbaan kan je ijshockeyen. En buitenom op de ijsbaan kan je gewoon rondjes schaatsen of met een slee rond schaatsen. Ja, steeds tikketje deden we een hele tijd. Ja, en af en toe ijshockey. Je kan ook gewoon leuk los met je vrienden gaan schaatsen of zo. Ja, ik en mijn vrienden gewoon rondjes schaatsen. Baantjes schaatsen. Ja. Gewoon een beetje klooien. Ik denk het meest aan ijshockey in het midden. Ijshockey wordt altijd in het midden op de ijsbaan georganiseerd. Curling, kan ik me ook herinneren. Met van die, volgens mij deden we dat met die gele jerrycans. Curling heb je dan. En die steentor, mini steentor. En hockey heb je gespeeld. Priksleeën natuurlijk als het ijs weer dooi was. Volgens mij hebben we een keer iets gehad met van die grote gele containers. We hebben marathons, een elfstedenachtige tocht gedaan met de jeugd volgens mij. Met allerlei obstakels op het ijs en klunen tot je erbij neervalt, zeg maar. Een elfstedentochtachtige activiteit hebben we ooit gedaan met Peter Noor. Die deed dat volgens mij. Een hele stallage waar je onderdoor moest en een stempel posten. Nou, we hebben een parcours gebouwd hier over de ijsbaan heen. Ik had een loopbrug gebouwd waar ze onderdoor moesten klunnen en dat soort dingen. Ja, wel een mooie attracties, ja. Ik ben Cor van Dijk en ik woonde in die tijd aan de Burgemeester Brouwerstraat 22. Ik geloof dat dat nou 24 is. En we woonden aan de ijsbaan zelf, dus letterlijk en figuurlijk konden we zo vanuit huis door de tuin heen en dan lieten we ons zaken en dan zaten we op de ijsbaan en dan konden we scheuvelen. En het stuit me bij dat ze wel eens doen hebben, dat was misschien wel helemaal nog in begun, maar als het een deu werd en het iets was en op duur niks meer, dat ze stuit me zo bij nog wel eens aan priksleden geweest ben. Het was soms al hilarisch, want sommigen die wisten dat ze er dan moesten. Dan waren ze met rechts en dan links en dan gingen ze heen en weer draaien op zichzelf touw. Maar recht vooruit kwamen ze dan uit, zeg maar. Dan moesten ze eerst gaan oefenen om dat vinkje te maken. In Noorda en ik heb een aantal jaren de oliebollenactie mee georganiseerd. Toen wij nog niet zo lang in Garnwerd woonden, hielp ik mee met oliebollen bezorgen in Ezingen. En Martin wou mee naar Ezingen. Nou, hij was helemaal niet bekend in Ezingen. En wij reden met die bus al verder en Martin die kwam er niet weer en kwam er niet weer. Ja, ik was de bus en de bezorgers was ik kwijt. Op een gegeven moment bij heel Ezingen door en we konden hem niet meer vinden. En hij is uiteindelijk lopend vanaf Ezingen teruggegaan naar Garnwerd. En ik kende Ezingen, ik woonde hier ook nog niet zo heel lang. Ik kende de plattegrond van Ezingen ook niet helemaal goed. En is hij daar bij Schiffpoort over de brug gegaan. Toen dacht hij van, hé, die boerderij, daar moet ik heen. Als ik daar nou eens even dwars over ga, dan hoef ik ook niet zo ver te lopen. En op een gegeven moment, ik loop de hoogte van Pon. En ik zie zo aan de overkant, zie ik zo Adnoren in het groot. En ik denk, ja, daar moet ik heen. Ik zou toch ook wel door de weilanden kunnen. Dus is hij door de sloten en alles heen gekomen. Dus ik heb een lange aanloop genomen. En ik ben die sloot overgesprongen. En ik ben op zich veilig geland. Maar ik gleed gewoon net zo hard weer naar beneden. Tot aan mijn middel de sloot in. Ik ben eerst naar huis gegaan. Mezelf weer een beetje gefatsoeneerd. En toen waren ze op weg naar de kantine van Doorn. En ik liep erheen en dacht van, ja, dan zullen we het wel horen straks als die kantine binnenlopen. Hey, hoe was jij nou, hoe was jij nou? Maar ik loop die kantine binnen en er was niemand. Op een gegeven moment kwamen ze binnenlopen. En zei, wat doe jij hier nou, waar kom jij nou vandaan? Nou, ik vertel, ja, ik was jullie kwijt. Maar het bleek dus dat ze nog druk aan het bezorgen waren geweest. Alleen ik heb waarschijnlijk zo'n rondje gelopen dat ik ze net gemist heb al door. Het eerste wat me te binnen schiet bij de oliebollenactie is dat
dat Martin Noorda een keer uit de bus viel. Gelukkig had hij niks gebroken. Martin is nog een keer uit zijn busje gedonderd. Omdat hij de deur niet goed had dicht gedaan of zo. Nou ja, in elk geval was dat een hele happening. En daar hielp je als bestuur eigenlijk ook altijd aan mee. Oh ja, de oliebond had je natuurlijk altijd eind van het jaar altijd. En dan gezellig bij in de kantine bij Noren. Maar dat was ook allemaal te goede, kwam dat aan de ijsbaan. Ik heb oliebollen verkocht en rondgebracht. En ja, dat doe ik al best wel lang. Ik help elk jaar mee met oliebollen lopen. Ik heb ook oliebollen rondgebracht. Ik heb ook dit jaar voor het eerst meegedaan met oliebollen uitdelen. En ik dacht van, oh, daar komen vast niet zoveel personen. Dus ik neem mijn dochter ook maar mee. Maar nou, toen we in de kantine kwamen bij Peter Noorden, toen waren er wel 30 mensen. En alles is van tevoren voorbereid. En het is gewoon loopjeswerk voor iedereen. En dat is wel heel mooi dat in deze dorp dat allemaal zo werkt. Oliebollenactie, ja, dat had een goede zet best. Dat werd opzet door Henk Moortjes en Helmoet van der Ploeg. En Henk die had overal connecties. Henk die kon elk. En er was een zekere zus Akkerman, die stond die vrouw wel op kermis, ook wel met oliebollenkroon. En toen zegt Henk zo, ik zal zus Akkerman eens even benoten. En ik heb zo lacht toen ze mij dat verhaal vertelde. Toen was het zover, toen moest die oliebollen bakt worden. En toen hadden ze gewoon een betonmolen, door werd beslag gemaakt. Vanuit de betonmolen werd dat door in die speziefoorten draaid. En door vanuit die speziefoorten werd bakt. En het was één moddermassa door, het was één braagbal. Het oude vuur waar je met zich heel moet. En die oliebollen, jongen, die waren zo lekker. Die oliebollen, die waren zo lekker. Dus dat was echt een hele goede zetbest. Dus zo is het alles begonnen. En Lode, het bakkerlijster had dat overnam. He? Tot aan heden. En nou is een zeker bakker Bijl in Kolm die het ze nou bakt. Kiek en Peter die sponsorden wel wat bussen. En de kantine werd in beschikbaar gesteld. En ze hadden allemaal plastic kisten voor die oliebol niet moest. Het zijn hele organisatie. Nou, ik ben Kia Maatjes. En ja, we zijn in... ik ben in Fiepsupter hier in Gabert komen wonen. En zo'n... wij ook lid van de ijsbaan vanzelf. En ja, ik heb hier zoveel op geschuiveld. Ja, die oliebollen die moesten ze zo opholen, hè. Dan gingen ze zo smorgens op tijd, gingen ze voort. Ze kwamen meestal bij ons toe zijn en dan gingen ze met elkaar koffie drinken. Nou, ons keukentje was maar klein, maar dan zaten ze daar allemaal opgeprat met elkaar in. Nou, en ik maakte helemaal wat koffie. En dan op een duur ging ik spullen gereed. En dan moesten ze, ik denk van met een busje van het noorden. De firma Noorden die was altijd wel geschikt met dat soort dingen. Ja, ik hielp Hendrik al wat mee voordat hij ook uit het bestuur stapte. Hielp ik hem al wat mee en dan kwam ik daar bij hem thuis. En vooral als je daar s'avonds kwam, dan zat hij daar in zijn grote witte onderbroek en witte hemd. En dan had hij allemaal papiertjes op tafel liggen en dan allemaal een beetje volgorde. En als wij dan een keer ongewaarschuwd binnenkwamen, dan was het helemaal in paniek en stress. Alles werd op een bult gegooid en we mochten nergens aankomen. En dat was van hem en dat was altijd paniek. Ja, en Henk die ging altijd de boetengebied aan. Ja, die had ook tijd voor, maar hij mocht ook al groot aan, want hij mocht ook broden, hè. Die gingen smurken, ze gingen voort. Nou, en dan nu kwam hij weer toe. Nou, dan was het natuurlijk al middag. En dan zei ik wel eens van, nou, hoeveel is nou hard? En dan zei je van, amai. Ja, Henk mocht ook broden en hij kon natuurlijk ook mooi vertellen, dus die hadden alle plezier in, dus dat hadden we wel met liefde doen. Ik denk als er nieuwe mensen in het dorp kwamen, hij ging er gelijk heen. Ja, je wordt een lid worden van de vereniging en ook gelijk een lid worden van Ismael vereniging. Hij ging overal gewoon achteraan. Ja, of je nou wou of niet, je had geen keus. En dat was met die oliebollen eigenlijk ook zo. En hij kon meestal natuurlijk ook overreden, hè. Als ze dan zeiden van, we hebben geen oliebollen, maar dan wisten ze het wel zo te beproten dat ze uiteindelijk toch oliebollen moesten. Als de oliebollenactie klaar was, dat was een gezellige middag, maar er was nog één dingetje. Het geld moest geteld worden bij Hendrik. En alles moest door het bezet nauwkeurig kloppen. Iedereen had het geld ingeleverd en dan miste het soms gewoon een paar honderd euro. Nou, een paar honderd gulden nog in die tijd, maar het was niet te best. En hoe kan het nou? Heeft niemand meer wat op de zak? Nee. Hendrik allemaal wat moeilijk doen. En dan gingen we naar één en één. Oh, Hendrik, ik heb hier ook nog wat. Nou, Bietje kwam op en dan gooiden wij het geld zo in de lucht. Nou, dat papiergeld. Nou, als je Hendrik kwaad kon krijgen, onvoorstelbaar.
als ze dan de geld telt moest worden en zo, dan had Henk geld telt. En dan kwam er weer een aan die zei, oh Henk, wie heb hier nog wat? En dan had er weer wat beweer geholpen en zo. Maar toen kon Henk niet over, geld moest kloppen. Toen mocht je verder, geen grap mogen maken. Dat moest allemaal kloppen. Op een gegeven moment, Hendrik, die was er ook een beetje klaar mee. En die vroeg of ik het wel over kon nemen. Nou, ik zei, dat wil ik wel. Maar Hendrik heeft alles in het hoofd zitten. Hij had niks op papier staan. Die heeft vorig jaar 4 zakken besteld en nu nog niks. Of nu maar 3. En dan belde hij overal achteraan. Dus toen heb ik dat overgenomen en heb ik alles op papier gezet. Alle adressen en alles. Maar en dan ging het in het begin een beetje anders dan Hendrik het deed. Maar een beetje makkelijker voor elkaar. Een beetje beter. Nee, we op de achterbaan helpen natuurlijk wel een beetje mee. En we leveren wat auto's voor de rondbrengen en alles. En als er wat is voor vragen en alles, kan je altijd bij me komen. Ja. Ik ben Rob Timmer en ja, ik ben bij de ijsbaanvereniging wel zo betrokken dat ik daar veel geschaatst heb. Ik ben Ria en ik ben de vrouw van Rob. Ik heb zelf redelijk veel geschaatst daar. Ik weet nog wel dat ze hier aan het bouwen waren en dan ken ik maar nog heel veel mensen die daarmee bezig waren. Onder andere Apitel, die al niet meer onder ons is, Arie. Onze overbuurman. Ook al niet meer. Ook al niet meer. Helmut natuurlijk. Hendrik Maatjes, niet te vergeten. Ik weet nog wel dat er ooit een vergadering was bij Hammingboom. En dat Jan Gugema, die werkte toen al wat in de bouw. Die kwam met een tekening op een prop. En over dit gebouw. Het was al jaren dat ze dus vergunning probeerde los te krijgen van de gemeente. 20 jaar was men bezig geweest om het nieuwe gebouw of een nieuw gebouw te realiseren. Spanning jaar lang is dat niet lukt. En iedere keer werd het afgewezen, de tekeningen, dan was dat er niet goed. Een van de tekeningen is door mijn neef, Albert-Jan Balk, getekend. Maar die lag toen in de gemeente Winsen niet goed. Dus die tekening werd ook acuut afgekeurd. Die had er nogal mot met de gemeente. Toen kwam Helmut van de Ploeg bij het bestuur. Die is met bijna dezelfde tekening daarheen gegaan. En toen zat ik inmiddels in ondernemingsraad en mensen volgens mij toe. Dus ik zei, als je nou iemand vroeg, moet je Helmut vroeg, of die leven zo'n gek door. En die kennen al de pad vrij mooi. Zo ging dat, hè, Henk. Nou, en zo is het ook gebeurd. Ik ben naar de hoofdpalm woning gezet. Met die oude tekening die er eerder was staan. Nou zegt hij, als je dat denkt, heb ik het 20 jaar geleden ook al gezien. Dan hoef je niet meer aan te komen. Oh. Nou zegt hij, maar hoe dan wel? En ze hebben overlegd en hij kon nog oud bij. En Helmut, die kon dat ook wel aanpakken. Die kon dat wel brengen. Hij zegt, er moet gewoon voor een andere tekening komen. Ik zeg, maar daar heb ik geen verstand van. Ik zeg, maar als je dat voor mij doet, Hein. Ik zeg, ik ken er wel van worden, ja. Maar als je toch hoofd van woning toe zegt, als hij een tekening maakt, zit het wel goed. En toen moet een beetje aan veranderd worden na die tijd. En toen hebben ze hem goud gekeurd. 3 handtekeningen gehoord en toen was de verandering was klaar. Burgemeester had ik dan zei het klaar. Dus kreeg ik weer vervolging op de boven en zei, vroeg ik me, nou hij moet nou weer best met die vergunning. Toen bracht er nog vuur van dat de vergunning in orde was. Och, kerel, ze wisten niet wat ze hoorden. Dat hadden stil een beetje vuur man. Maar zo onverwachts was dat kloor. Vergunningen was kloor en er kon gebouwd worden. Toen was ik voor mijn jaar of 16, 17. Dus ik fietste er wel vaak naar werk toe of naar stage. Dus ik zag hier altijd wel wat gebeuren. Nou, dus ik zag ook wel vaak een kraantje van Adnoren of een bus van Adnoren. Ja, ik denk dat Noren wel sowieso wel weer gesponsord heeft. Ad weet nog wel, die had de flauwe sponsord. Smedes werkte bij Plecht Vos. En die werd met woningen aan het bouwen bij Rijdiep Haven, de eerste. En daar hadden ze steunen over. Nou, dat ben deze steun dus. Smedes hier in Garnwoord, die vernam je eigenlijk nooit zoveel. Maar hij zorgde er wel voor dat we alle stenen via Plecht Vos hier kregen. Dat was wel mooi, was dat. En die hebben met elkaar, met trekkers en wagens, hebben die opgehaald.
Dat is sponsor de Kroonburg, tolle dak. Pardon ben noot. Baffeld kwam door haar Kroonburg renovatie van woning, moest naar het dorp op in die pan. Hadden ze al in containers. Zit nou ploten op, dakpaar ploten, die ben er loder op kwam. Ja, en ik weet dat er een elektricien in Ganwert woonde die hier heel veel gedaan heeft. Harry de Graaf werd elektrisch al, hè. En de bruin van Helmoet, Harry van der Ploeg, die werkte bij Paul. Dus die was gauw die verwarming en zo, dat was ook wel elektrisch. Hè. Maar die had die kachel toen ploot. Ik hoorde nou net dat die kachel eruit is. Dus het is nou energiezuinig mocht. En dit is toch een keukenje nog van Helmoet. Het tolle keukenje. En die bar die is bij IKEA voortkomen, waar ik wel... Ja, zo is dat allemaal een beetje tot stand gekomen. Mijn naam is Mientje Viersen. Ik ben in 1988, 89 in Ganwert komen wonen. En pas vanaf 2017 had ik meer tijd en ben ik in het bestuur gegaan van de ijsvereniging Rijdiep. Zelf vanwege mijn werk was ik niet vaak in Ganwert. Wat ik wel weet is dat ik in de periode dat het gebouw er stond, dat ik... één of meerdere avonden mee heb geholpen met het schilderwerk buitenom. En toen moest alles nog gemetseld worden. En Smeders was dus ook metselaar. En hadden we nog een Apitel en Linse de Jong, drie metselaars. Maar op de zaterdagmiddag, na het metselen, moest er altijd, stond er een ketie naast, moest er al een beste borrel drinken, ja, een beste borrel. En vooral Appie. En dan begon Appie in één keer van, ik weet niet hoe toen de Wummerk ook regen is. Maar ik heb nog nooit voor een boos in de regen aan het metselen geweest. En waardoor ben ik in de regen aan het metselen geweest. En dat zal me nooit weer gebeuren. Nou, totdat hij liet in Jenever op, toen werd het weer wat makkelijker. Maar er waren een hoop vrijwilligers en ja, eigenlijk is het een pleziergebouw voor mij, het hele gebouw. En het was vooral ook erg gezellig. Dit was gewoon een feest, het ijsbaan. Het hele dorp, hè? Je kwam het dorp net als met ja. Zwemmen. Iedereen kwam bij elkaar. Ja. Dus het was altijd wel gezellig. Ja, de muziek was ook altijd een dingetje. Het begon al bij de boksen die er altijd opgehangen werden. En het schelle geluid altijd over de ijsbaan. Ja, dat is ook een dingetje, dat hoort erbij. Bij de gezelligheid en de muziek, ja, je kent, ja. En dan een lekker broodje drinken met zalen. En nou, altijd heel gezellig. Ja, we hebben hier wel gelachen hier zo en vele biertjes gedronken. Dus het was heel gezellig. Ja, maar het was toen wel zeer bekend. Ja, het was goede bomen en gezelligheid hier, hè. Ik kan me geen klachten van aanwonenden herinneren in al die jaren eigenlijk. Nee. En dat vind ik ook wel mooi aan zo'n ijsgebeuren. Ja, dan gelden er toch andere regels of zo. Dan hebben mensen... wat meer geduld met elkaar en voor elkaar. En dan komt iedereen samen op zo'n baan. Er was natuurlijk altijd veel lol op de ijsbaan. En vooral als je jong was. En er was, wie noemde dat, een katje, ja. Dan waren er wichter van andere dorpen. Daar hierin ook wel kwam met in Solms. Ja, dat was er natuurlijk wat achter een kant eraan scheugeld. En wat snoetje knoffeld, zoals we dat doen. Het was alle gezellig en hard gemoedelijk. En even in Solms met het boy naar huis ging. En we sloten die bal af. Dan geef hem geld te helpen bij Henk en dan dronk we een flesje bier. En ik vond, oh, Henk die moest dat ijs in ijs kolen. En dat was al zo kolen en dan had de roze ijs in fles zitten. Maar oeh, dat griesde me toe. Maar haar gezellig, alle gezellig. Van alle moeite. Maanden geleden heb ik een Kardingen nog geschaatst. Ja, dan gaan we naar Kardingen, dan gaan we daar schaatsen. Nou, ik ga altijd of met mijn familie schaatsen in Kardingen. Of ik en mijn broer verzinnen altijd nog wel wat leuks om wat anders te doen met de kou.
Ja, we gaan naar Kardingen. Ik ga ook wel schaatsen in Kardingen. En soms als er sneeuw ligt, dan gaan wij in de sneeuw van de dijk afglijden bijvoorbeeld. Ik heb voor het laatst geschaatst in Kardingen. Ook een paar maanden geleden met familie. Nee, ik denk het niet, want ik denk dat het nog wel een keer goed gaat vriezen en dat je hier weer kan schaatsen. Nou, ik denk het niet, omdat het over het algemeen heel groot is allemaal en ook veel belangstelling bij is dat die open blijft. Dus ik denk, en dat zo warm wordt het toch niet, dus ik denk wel dat het blijft. Ja, omdat het weer steeds warmer wordt, waardoor als het dan even heeft gevroren, dat het daarna ook meteen weer ontdooit. Ik hoop ook dat het blijft, maar ik weet niet of het over 20 of 30 jaar nog kan met de klimaatverandering, maar ik hoop het wel. Ik denk dat de ijsbaan nog wel een paar jaar blijft bestaan, maar dat het na een langere tijd ook wel te warm wordt, dus dat er geen fors meer komt. Ja, in de komende winters, ook op de lange termijn, hoe zit het eigenlijk met het scheuvelies? Nou, dat is best wel een dingetje, want ja, we hebben natuurlijk te maken met het broeikaseffect, opwarming van de aarde, dat maakt het allemaal nooit echt makkelijker. Ja, en als je snijden, dan heb je volk minder scheuvelies, want ja, dat levert weer een isolatieloogje op. Ja, we moeten het echt hebben van de echte winters met dikke kool en lange perioden met ook inderdaad die motige of toch wel strenge vorst. Nou ja, dat is soms wat moeilijk, maar uiteindelijk komt het wel, want de eerstkomende winter, daar waar uitgebreid op scheuvels kan komen, die komt ieder jaar een jaartje dichterbij. Ja, en lukt het nou nooit, gaan we dus. Nou, dan kun je altijd nog scheuvelen op kunstijs. Ja, dat is net echt. Harry, nou mooi. Ben ik allemaal in beeld. Vaak een uitboeten. Het keer gewoon weer in Grunnings, hè? Oh.